Ja, en of u het nu wil of niet, er stond vandaag ook een veldrit op het programma. Geen cross voor het klassement, wel, en dan halen we een cliché maar naar boven, de moeder van alle crossen. De veldrit in Overijzen, oftewel de Druivencross. Alle toppers stonden er natuurlijk aan de start, want eer en roem, die tellen ook. Chris Pikafet. De Druivencross in Overijzen is 52 jaar oud. De moeder van alle crossen wordt stilaan oma. Maar iedereen wil nog altijd op moeders podium. En dus wordt het een harde wedstrijd. Klaas van Tornhout en wereldkampioen Niels Albert gaan samen vrij vroeg in de aanval. De Nederlander van Amerom en Belgisch kampioen Sven Nys zijn vlakbij. Albert wil Nys niet naderbij laten komen, maar in de glibberige afdaling maakt hij daardoor een foutje en verliest meer tijd dan hem lief is. Ik weet waar ik vandaag de koers verlies. Die afdaling maakt een slipper. Ik zit onder het lint, mijn fiets blijft hangen. En dan raak ik eigenlijk zoals een halve ronde in mijn linkerpedaal. Moet ik wisselen van fiets en ik verlies daar een seconde of 10, 15 denk ik. En dat is cruciaal. Alleen kan Van Tornhout niet opboksen tegen Nys, die heel snel komt aansluiten vooraan. En Nys toont nog maar eens wie de sterkste is. Want één stevige aanval op een moeilijk stuk bergop is voldoende voor Nys om Van Tornhout eraf te rijden. Er helpt geen lieve moederen aan, enkel Nys bepaalt het scenario van een wedstrijd. Achter Nys strijden Albert en Van Tornhout voor plaats 2, maar ze kunnen op geen enkel moment Nys bedreigen. En Kevin Pauwels, die speelt helemaal niet mee. Gisteren gewonnen, vandaag wordt hij pas 9e. Van Tornhout verliest de strijd voor de 2e plaats als hij sneller wil zijn dan zijn fiets. En Sven Nys, die wint alweer. Er gaat geen weekend voorbij zonder zegen van de Belgische kampioen. Voor het 3e jaar op een rij wint hij de Druivencross in Overijzen. Albert wordt 2e, Klaas van Tornhout is 3e. Ik heb het in het beginjaren van mijn carrière hier heel, heel moeilijk gehad om hier een koers te kunnen winnen. Ik denk dat dat ook de kracht ontbrak om tegen oudere jongens te kunnen winnen. En nu is het hier aan mij en het is wel genieten, want het is toch een beetje mijn eigen streek. En Overijzen blijft voor mij een hele speciale cross. Hoe ouder de wijnrank, hoe zoeter de druiven.